Denemarken staat er een nagedachtenis van de slachtoffers van de watersnoodramp uit 1916, een monument, The Wave. De toren in Ransdorp is dit jaar ter herinnering aan de overstroming van 100 jaar geleden een tentoonstelling ingericht. Gerrit van Zeggelaar schreef in zijn boek De Daden des Heren herdacht het volgende. Terwijl de storm vreselijk woede, gaan we te middernacht ter ruste. Doch het is 3:30 als buurman op de ramen tikt en roept, meester, kom eruit, het is hoog water. Om 7:30 horen we met zekerheid van een doorbraak en zien we de golven uit de richting van Holiesloot aanrollen. Toen, om 11:30 het water ons huis instroomde, trokken wij met 20 man naar boven. De dochter van Gerrit van Zeggelaar leest een stukje voor uit het boek De Daden des Heren herdacht, bij de gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school van met de Bijbel te Ransdorp uitgegeven. Het gaat over de januari-ramp. Toen om 11:30 het water in ons huis stroomde, trokken wij met 20 man naar boven. Enkele buren waren toch bij ons ingevlucht. Onder andere één vrouw met 3 kinderen en in een zak 2 katten en nog een vrouw met 3 kinderen, benevens haar geit, die we in school aan de bank vastzetten. Enkele buren vertrokken voor de avond, andere bleven. Vooral in zulke tijd gaan er veel makken schapen in één. Het verhaal gaat verder. Zaterdag 15 januari steekt de storm weer op. De bakker komt met de schuit voor het huis en we hijsen de nodige voorraad voor 2 dagen op. Even later komt er een grote schuit voor het huis. Mensen, kom toch, in Durgedam is huisvesting genoeg. Dan klinkt het van beneden, ach pa, toe nu, laten we nu gaan. Zo heet het rondom de tafel die juist met de nodige boterhammen klaar staat. Vooruit dan maar, zeg ik. En met de pet op en de pantoffels aan, onze kleinste van 4 maanden zonder iets op het hoofd, in een wollen deken, gaan we met z'n 10 de trap af en worden door het water in de schuit gedragen, waarin zich reeds andere vluchtelingen plaats hebben genomen. Over de woeste baren gaat het op het oosteinde van Durgedam aan.